Tatiana Losje van de NDP is vandaag toegelaten tot de Nationale Assemblée. Losje komt in de plaats van André Misikaba, die op 3 augustus zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Losje belooft Suriname in volle overgave te representeren en het parlementaire werk met liefde en energie te zullen doen. Ze zal zich voornamelijk inzetten op het sociaal-maatschappelijk vlak. Vanuit mijn positie als lid van vele commissies, vanuit het gebied van onderwijs, zal ik een kritische ondersteuning en begeleiding geven aan deze regering. Ook het sportgebeuren en talentontwikkeling verdient mijn volle aandacht. Volk van Suriname, voorzitter, ik zal sluiten met de bemoedigende woorden door te citeren uit de preambule uit ons grondwet, om u zodoende eraan te herinneren dat wij allen één gemeenschappelijke doel hebben. Namelijk, laten wij het volk van Suriname, geïnspireerd door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste, vastbesloten de nationale soevereiniteit, zelfstandigheid, integriteit verdedigen en beschermen. Laten wij, bewust van de wil, onze economische, sociale en culturele ontwikkeling in volle vrijheid bepalen. De diverse fracties binnen de Nationale Assemblée hebben Losje succes toegewenst. Patrick Kensenhuis van de NDP-fractie zegt dat Losje bekend staat om het sociale werk dat ze in verschillende gebieden heeft verzet. VHP-fractieleider Aziz Gayadin sprak de hoop uit dat ze het werk naar eer en geweten zal doen. Is onze jong kader, is iemand die ik ook heel goed ken, heeft heel veel werk verzet, ook in het district Para, als te zijn ambtenaar op het ministerie van Sociale Zaken. En ik denk dat ze met haar toelating vandaag hier in de Nationale Assemblée een belangrijke bijdrage kan leveren aan die verdere ontwikkeling waarvoor we hier zo staan. Vandaag is, zoals de voorzitter van het parlement het gerefereerd heeft, het parlement compleet geworden, voltallig. En er rust een enorme verantwoordelijkheid op u als lid om die Surinaamse samenleving te dienen. En we rekenen erop dat elk lid hier in het parlement die Surinaamse samenleving zal dienen. En dat u dat ook zal doen, naar eer en geweten, zoals daarnet belofte afgelegd. Dat was Aziz Gayadin. Hij feliciteerde Tatiana Losje met haar toetreding tot de Nationale Assemblée.